Hallo, welkom bij deze Fortnite-video. Dit keer speel ik samen met Peter. Hij was live op Twitch met een speciale Halloween-stream, waaronder dus ook Fortnite. Dus vandaar onze leuke pompoen-tweeling-look in deze game. En ik deed dus mee. En kijk vooral hoe we het gedaan hebben. Pep, pep, pep. Oh my god, ik moet hierheen voor een quest. Maar dat is precies bij de busbaan. Nou, let's go. Ja, 11 euro of bijna 20 euro is toch een verschil. Oh. Maak hem af! Waar zie ik hier zo'n grote kist? Ik had eens met jou gepraat. Oh, ik had nog niet met hem gepraat. Eentje voor de collectie. Oh, daar is er nog één. Oh, ik zie voetjes. Kom maar aan. Oh. Is niet echt nodig. Zo'n noob die in de muur zat te hakken. Oh. Ja, ik stond toevallig achter je. Wat is dit nou weer voor karakter? Pompoenhoofd. Of vogelverschrikker. Ja, daar was ik naar onderweg. Toen zag ik opeens voetjes. Oh, die wil ik. Ah, oh, die heb jij al. Oh, dat kan niet alle twee. Nee. Oké. Okay. Ja, ik moest wc's slopen. Dankjewel. Huh? Jij sloopt de wc en het telt er bij mij ook op. Oh ja, maar er zijn er maar twee en ik moet er vijf slopen. Oh? Ja joh, waarom kom ik überhaupt nog deze kant op? Ik kon gewoon zelfs op mijn gemak nog een kistje openen. Ja, doe maar zo. We zitten toch niet in een botlobby. Hoe dat die bij jou deed en deze, zou je zeggen, wat is een botlobby? Ja, misschien maar... horen die twee bij elkaar, hè? Waar is dat kistje? Oh, hier in de bosjes, dat is waar ook. Zo, gaat het? Er is niet zo'n groot kistje, niet zo'n grote kist. Nee, ik heb het ook alweer gezien hier. Hier is wel een grote kist. Hup. Nou, jij hebt toch de kettingzaag, je haalt me wel weer in. Ja hoor, kan ik weer even een kistje pakken hier. Hé, hey, wc. Dit is een paarse shotgun, kom maar hier. Oh, dit is een gouden shotgun. Ik laat een paarse achter. Oh ja. Bosjes. Ik zag hem. Hij is alleen. Zo te zien. Nee, niet alleen. Daar, op het spoor. Als die trein hem nou even aanrijdt, hè? Zo, nu is hij. Ook neer. Een blauwe AR. Kom maar op. Even snel kijken wat hij op de trein heeft. We zitten voorlopig nog goed qua cirkel. Ja, daarom. Daar zat ik ook even naar te kijken. Oh, mensen hier.
komen niet op de trein. Is er nog wat interessants tussen? Het is niet veel. Cool, zit ik vol. Nou, waar gaan we eraf? Hier zit er ongeveer in het midden, hè? Ja, maar hier is nu niks te looten verder, niks te doen. Nee, daarom. Oh, er wordt geschoten bij 100. Springt ook gewoon meteen uit de trein, hè, jij? Er wordt geschoten bij 196 ook. Ja, hier in dit huis zitten mensen. Oh, wacht, die kluis gaat open hier. Dat is wel interessant. Er komt een auto aan. Ja, die gaat voor de kluis. Ja, die zag ik net lopen. Oh, er komt nog een auto aan. Oh, die heeft die handschoenen. Overpowered handschoenen. Nu niet meer. Oh! Heeft ook een kroontje. Ze zitten nog steeds in de kluis, hè? Achter ons. Die wat eruit heeft gegooid, maar. Oh, die auto is er vandoor gegaan. Misschien kwam hij nog terug om het pasje te halen. Ze zijn laag. Ja, maar ik ga er niet meer eentje. Ja, ze komen omhoog met hun schild. Een auto aan. Auto even bezig daar, alsjeblieft. Ik had een headshot. Oh, er wordt ge... Ik kom hier neer. Oh my god! Ja, nu zit ik in mijn eentje hier opgesloten. Dat is een beetje ding. Ik ga gewoon vluchten, want ik heb jouw kaartje. Pak de kettingzaag. Nee, ik ga er nu even uit. Want die andere auto komt waarschijnlijk ook nog terug. Ja. Zie je, iemand heeft hier gereboot. Zou ik tussen het hoekje gaan staan? Ik ga gelijk richting de kluis weer. Ja. Kom ik achter je aan. Oh, er wordt wel weer geschoten daar. Oh, ik vind het zo irritant dat je sprint op een gegeven moment ook weer op is. Ja. Oké, nou kun ik even rustig kijken wat we hier eigenlijk allemaal hebben liggen. Hier moet ik ook nog een quest mee doen, maar die vind ik ook heel fijn. Oh nee, die vind ik niet fijn, dan doe ik die wel. Graag laten liggen. Peter. Komen ze weer aan? Ja. Nee, dit zijn andere. Heb je ook zo'n wapen voor op je rug? Heb ik. Oh ja, ik zie het. Dan pak ik een schild mee en dan laat ik de shotgun liggen. Alles zit alles. Ah, die
Even reloaden. Ze zijn binnen 30 meter, want ik krijg een quest ding in beeld. Nee. Ik kreeg een questmelding in beeld van zorg dat je binnen 30 meter van een enemy bevindt. Oké. Kettingzaag laten liggen en medkits meenemen. Misschien was slim. Ergens nog vandaag geschoten? Achter ons. Hoppatee. Die inwisselen voor die. Die lagen daar ook. Oh, er komen munten aan. Ja, ik zie het. Nou, ik heb er 3 medkitjes bij. Oké, ik heb 4 chuck splashes bij. Okay. Hier ligt ook nog een medkit. Hoeveel kan je er dragen? En daar beneden liggen er ook nog. Maar ik denk dat we beter komen zeilen. Ja. Hoppatee. Weer een quest gehaald. Voetjes achter ons. Ja, daar. Oh! Zonder onze splash te gebruiken. Ik weet nou niet wat van jou was. Ik wil niet iets pakken wat van jou nee, is. Nee, ik heb hem alweer. Oké, dan neem ik deze. Nou heb ik alles goud. Nou, nog 2. Oh, spannend! Nou, goh, waar zouden die zijn? Ik heb geen idee. Oh, deze heeft alleen geen scope, dat is wel. Deze heeft wel een scope. Maar wij zitten op zich enigszins gunstig. Kunnen gunstiger gaan zitten. We zitten op, even kijken, op die brug. Oh, eentje vliegt. Oh, en ze hebben een bordje. Eentje is al gehit voor 32. Oei, yo. Oké, daar ging mijn shield. Ik heb hier een pickpot nog. We zitten niet meer gunstig. Nee. Gewoon even via het water, dan zijn we iets sneller. Ja, we kunnen wel, omdat eentje van hun heeft een munt bij zich, kunnen we zien waar in ieder geval één van de twee ongeveer is. Nee, ik mis er eentje. Misschien heeft eentje de munt laten vallen. Oh, wat een kutplek om een cirkel te hebben nu. Hun zit waarschijnlijk op die brug. Of gaan voor die brug. Eén gehit. Wojo. Is daar iets bij wat ik kan gebruiken? Nee, natuurlijk niet. Zo. Ja, ik ben echt low. Als hij me nog één keer hit, dan ga ik eraan namelijk. Kom hier. Ik heb een medkit. Ja, wij moeten naar hem toe. Waar is die? Daar is die.
Oh, ik ben hier. Oh, lekker Peter! Woo! Ja, we hebben hem. En mijn eerste winst, hè, dit seizoen. Dus ik heb nu ook zo'n nieuwe glider. Kijk. Elk seizoen heb je zo'n glider als je wint. Ja, klopt. Ja. Ik had die nog niet. Helemaal voor tactiek. Eerst een maatje uitschakelen. Ja. Ik had helemaal niet in de gaten dat jouw held zo laag was. Anders had ik jou al veel eerder. Ja, dat was bij die laatste hoor, toen ze de bosjes gingen aanvallen. Oké. Okay. Hoppa, hebben we dus even mooi de winst gepakt, hè? Dus ja, deze heb ik verdiend. Check vooral Peter op stream. Je vindt zijn link in de beschrijving als je wil volgen op Twitch. En join mijn Discord als je denkt, ik wil ook wel een keertje mee Fortnite spelen. Want we doen ook regelmatig potjes gezellig in de Discord. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Doeg!